Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is dit zomerlezen nummer 5. En ik ga jullie 4 boeken laten zien die ik in de zomervakantie heb gelezen. Je kan al een beetje spieken hier achter mij en ik ga ze 1 voor 1 bespreken. Als eerste het derde deel in de trilogie over Cockleberry Bay. En het gaat over Rosa. En Rosa erft een winkeltje in Cockleberry Bay. En bij dat winkeltje zit ook een appartement erboven. Zij erft dat, maar ze heeft geen idee van wie dat eigenlijk is. Uiteindelijk komt ze erachter van wie het is. En de voorwaarde is ook dat ze het winkeltje nooit mag verkopen. Maar ze mag het alleen aan iemand geven die het echt verdient. En dat is ook wat ze in het laatste deel gaat doen. En hoe ze dat allemaal aanpakt, vond ik erg leuk om te lezen. Ja, ik vond het een wel voorspelbaar, maar wel een leuk einde van de trilogie. Ik mocht ook meedoen met een Instagram tour over dit boek, Slapeloos, van Romy Hausman. Haar verleden maakt haar het perfecte slachtoffer en de perfecte moordenaar. Het ging over Nadja en Nadja heeft in het verleden iets meegemaakt. Rondom haar moeder, volgens mij. Het is al een tijdje geleden dat ik deze gelezen heb. Daarvoor heeft ze in de gevangenis gezeten. En nu is er weer een lijk. En is zij dus het perfecte slachtoffer en moordenaar. Oftewel, zij moet voor de moord opdraaien. Ik vond het een heel apart boek om te lezen. Iedereen was heel enthousiast over het andere boek van Romy Hausman. Dus ik dacht, nou, dit is gewoon een goed boek. Maar ja, ik vond het zo raar. Toen ik klaar was met lezen, dacht ik, wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat voor foute film was dit? Aan de andere kant was het ook weer heel goed, want je volgt het heden en het verleden en het komt steeds dichter bij elkaar. Op een gegeven moment heb je dus ook nog maar 1 verhaallijn. En ja, dat maakte het wel een heel goed boek met dat die volgorde zo bij elkaar kwamen. Dat vond ik echt een pluspunt van dit boek. Daarom heb ik uiteindelijk ook 4 sterren gegeven. Het derde boek in deze video is Een Wonder van R.J. Palacio. En dit boek was ik al lang geleden begonnen. Volgens mij heb ik in 2018 de eerste helft gelezen. Maar nu in deze zomer dacht ik, oh ja, met de Basically Brit readathon dacht ik, ik ga hem uitlezen. Want dat moet nu echt wel gebeuren. Dus ik heb de tweede helft van het boek eigenlijk in 1 keer uitgelezen. Want ja, het leest heel makkelijk. Het is namelijk een, ik weet niet of het een young adult is of een ander. Misschien kan ik dat even checken. Nee, het is geen young adult. Het is één categorie eronder. Volgens mij is dat 13 plus. En dit gaat over Augie. En Augie ziet er anders uit. Door hij heeft een gezichtsafwijking. Maar als hij 10 is, gaat hij toch naar een gewone school. Hij is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is 1 meisje dat zich niet door Augie's uiterlijk laat afschrikken. Nou, iedereen was super mega enthousiast over het boek. Ik niet zo erg. Het is wel een mooi boek hoor, maar het heeft voor mij niet 5 sterren gekregen. Ik vond het niet heel anders dan andere boeken over gepeste kinderen. Maar de film gaat ook heel leuk zijn, dus die wil ik misschien toch wel een keer kijken. Maar ik ben blij dat ik het boek heb uitgelezen, zodat ik kan meepraten over het boek. Niet dat je daarom boeken moet lezen, maar toch wel fijn dat ik er ooit aan begonnen ben en dat ik hem toch heb uitgelezen. Dus kleine teleurstelling misschien, maar ja, ook niet slecht. Ook deze heb ik 4 sterren gegeven. Ik vond het een prima boek. Voor de thrillerleesclub op Instagram lazen wij De Mensen Boven Ons van Lisa Jewell. En dit boek heb ik ook bijna in 1 keer uitgelezen. Lisa Jewell heeft een hele vlotte schrijfstijl waardoor je echt door het boek vliegt. Het is niet al te moeilijk taalgebruik, heel beeldend. En het is niet echt een thriller. Dat was een beetje jammer, maar het is wel een leuk mysterie. Ja, het gaat over, hoe heette die hoofdpersoon ook alweer? Henry. Henry die woont met zijn ouders in een huis. En dan komen er steeds meer mensen bij hun wonen. En eigenlijk wordt het een soort secte. Nou, daar gaat dit boek over. Het was heel vreemd, maar ook weer goed. En ja, ik heb het uiteindelijk toch 4 sterren, 3,5 ster gegeven. Want ja, het was wel een heel fijne schrijfstijl. Het las lekker. Maar er waren geen verrassingen. Geen grote plotwendingen. Nou, ik zou niet zeggen dat alles goed kwam. Maar ja,
het was niet een thriller die ik verwacht had, maar het was wel een goed boek. Zo zou ik het willen omschrijven. Dus deze vier boeken heb ik besproken in deze video. Heb jij een van deze boeken gelezen of wil je een van deze boeken lezen? Laat het me weten in een reactie onder deze video en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zie je de volgende keer. Doei!